Hey, Peet. Hey. Ja, 4-2. Verloren, weer geen punten. Maar ik kan me voorstellen dat je ergens ook wel wat vertrouwen haalt uit deze wedstrijd, toch? Ja, absoluut, absoluut. Ik vind dit het aardig wat we elke week moeten laten zien qua inzet en beleving en aan de bal en verdedigend. Ja, dan is het uiteindelijk nog wel een Feyenoord uiteraard. Dus daar win je niet zomaar even of daar speel je niet zomaar even gelijk. Ik vond dat we echt goed in de wedstrijd zaten, dus daar gaan we zeker verder op bouwen. Ja, maar kijk, jij zegt het is natuurlijk wel Feyenoord, maar die hadden best wat jongens in de ploeg die überhaupt nog nooit in de Kuip hadden gespeeld. Was dat misschien ergens voor jullie ook wel een voordeel of is dat overdreven? Nou ja, je weet gewoon dat Feyenoord altijd een goede ploeg heeft. Maar zonder te veel op hun te letten. Ik vind gewoon dat wij dat vandaag wel goed hebben opgepakt. Maar ja, dan zie je natuurlijk ook graag een keer in de score. We dat graag gaan zien. Maar dan gaan we deze week weer mee aan de slag. En ja, we moeten zorgen dat we elke week dit ADO gaan laten zien. Ja, want waar zit het hem dan in? Want vorige week tegen Groningen, jullie komen amper tot kansen. Ja. Balbezit, gewoon houden, was ook heel erg lastig. Ja. Nu veel wijzigingen natuurlijk gezien qua namen. Maar dat kan het niet alleen aangelegen hebben, toch? Nou ja, je bent natuurlijk even zoekende. Bij ons zijn er ook veel nieuwe jongens. En dan zie je zoals vandaag in de samenstelling, dan begint het in ikken te lopen. En ja, waar het dan echt precies aan ligt, dat weet je misschien wel nooit. Maar vandaag heeft dat goed uitgepakt en bij Feyenoord hebben we dat goed zo opgelost. Alleen ja, de volgende stap is om dat ook in de score weer te gaan zien. Kramer begon vandaag op de bank, dus wij zaten altijd te denken, nou, wie is dan de aanvoerder? Peet Bijen. Ja, dat is echt een eer, is leuk bij een nieuwe club. En dan al zo snel aanvoeren, dus, maar nee, dat is fijn, dat is leuk. Dankjewel, succes de komende weken. Dankjewel. Succes.